Die komt aan in druppelen, die komt. Het is altijd goed. Maar ja, hij moet weg voor die tunnel, hè? Wij hadden wel gedacht dat we eigenlijk, totdat we oud waren, dat we dit eigenlijk nog tot het eind zouden doen. Dus het was wel een heel 4 jaar lang best een hoop gesteggel gehad met advocaten en alles. Het was niet de bedoeling geweest om die uit te gaan. Dus het is wel ook een verdrietig moment. We hebben het toch bijna 20 jaar gedaan en we woonden hiernaast. Kinderen zijn opgegroeid hier, dus het is best emotioneel, moet ik zeggen. Maar kan de andere stand even opmaken? Ja. Wanneer kom je er nou bij zitten? De sleutel wordt overhandigd 9 juli aan Rijkswaterstaat. Dus opkopers komen maandag. Alles uitruimen, drankenhandel, koelingen worden weggehaald. Dat gaan we eigenlijk allemaal van de week doen. En we gaan eerst even ons hoofd leegmaken. We hebben zoveel meegemaakt dat even tot rust komen is ook wel lekker. Moeten jullie een nieuwe hangplek zoeken? Ja, helaas wel. Ja. En dat zal best lastig zijn. Ja. Want zo'n locatie vind je niet zo in de buurt hier. Nee. Want sommige mensen die raken natuurlijk wel een gevoelige snaar. En dan komt het ineens best wel binnen dat het echt het laatste is. Dat je denkt van zo, ik sluit wel echt wat af. En vooral ook omdat je eigenlijk alles kwijt bent. Hè? Dus het is je huis en je herinneringen wat je in al die jaren hebt gehad. Van leuke tijden en hele vervelende tijden. Dat is overal natuurlijk in de zaak ook. Dus dat zijn best moeilijke dingen natuurlijk waar je op terugkijkt ook. Ja.